Werken bij de Universiteit van Vlaanderen is eigenlijk echt de max. Maar wij moeten ook best veel script schrijven en dus ook heel veel zitten. En nu ben ik eens aan het denken, eigenlijk zou ik best nog eens een wandelingetje maken. Want wij worden gevolgd via deze bewegingsmeter, eigenlijk met heel de redactie. En straks gaan wij ook op bezoek bij een prof. En die gaat ons kunnen vertellen hoeveel dat wij exact bewogen hebben en of dat ook wel genoeg is geweest. Vandaag gaan we langs op de Universiteit van Gent en ontmoeten we professor Marieke de Kramer. Hey, goedemorgen. Lukt dat met de trap? En ja, we nemen een keer de trap in plaats van de lift, want Marieke die focust zich in haar onderzoek op ons 24-uurs gedrag. Dus hoeveel we op één dag zitten, stappen, hangen, slapen, enfin alles dus. En wat voor invloed dat allemaal heeft op onze gezondheid. En Marieke gaat ons zo meteen ook vertellen of het een goed idee is om heerlijk de hele avond in de zetel die bangelijke serie te bingen. Waarom kijk je beter rechtstaand tv? Het is zeker niet zo dat je altijd rechtstaand tv moet kijken. Als je een lange dag gehad hebt op het werk, kan ik mij inbeelden dat je wel eens in de zetel wil ploffen en Netflix wil opzetten. Maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat als we meer dan 8 uur per dag zitten, dat dat echt niet goed is voor ons lichaam en onze gezondheid. Nu, als je meer dan 8 uur per dag zit op het werk of als je naar de les gaat de hele dag, dan is het belangrijk om naast dat zitten ook te gaan bewegen. En dat moet niet per se beweging aan hoge intensiteiten zijn. Je hoeft niet per se naar de fitness te gaan of intensief te gaan sporten. Je kan ook gewoon dagdagelijkse activiteiten doen, zoals bijvoorbeeld afwassen, stofzuigen, wandelen. Je kan de trap oplopen, je kan fietsen of ook bijvoorbeeld rechtstaan. Want rechtstaan zien we eigenlijk ook als een beweging, ook al is het aan lichte intensiteit. Want we zien als we zitten, zijn onze beenspieren in rust. En vanaf dat we recht staan, dan zijn onze beenspieren geactiveerd. En daardoor zien we dat ook als een vorm van beweging. Aha, dat is dan makkelijker dan gedacht. Want ik blijf dus gewoon gezond door af en toe de vaat te doen, een beetje recht te staan tijdens de tv kijken en dan nog eens te stofzuigen. Goh, dat is eigenlijk niet voldoende. Je moet ook echt wel intensiever gaan bewegen. Wat wij bekijken, is eigenlijk alles wat we doen overheen 24 uur. Dus wij bekijken het 24-uurs gedrag. Dan kunnen we gaan onderverdelen in bewegen, gaande van rechtstaan tot heel intensief bewegen, naar zitten en slapen. En het is vooral het evenwicht tussen die drie die goed moet zitten. Hoe ziet zo'n ideale 24 uur eruit? Canadese wetenschappers stellen op dit moment voor om maximum 8 uur per dag te zitten. En voor mensen met een zittend beroep is dat echt niet veel, want ze zitten op het werk, maar daarnaast ook bijvoorbeeld in de auto, op de trein of tijdens het eten. Naast het zitten is het belangrijk om 7 tot 9 uur per nacht te slapen. Niet veel meer, maar ook niet veel minder. En al de rest van de tijd moet je proberen om te bewegen. En dat bewegen, dat gaat van rustig wandelen of zelfs gewoon recht staan tot super intensief sporten waarna je stiek kapot bent. Wij delen die beweging op in 3 verschillende intensiteiten, namelijk licht, matig en hoog intensief gaan bewegen. De richtlijnen zeggen dat we minstens 150 minuten per week matig tot intens fysiek actief moeten zijn. En dat komt neer op 20 minuten per dag. En sommige studies zeggen zelfs dat we 40 minuten per dag fysiek actief moeten zijn aan die hogere intensiteiten. Dat kunnen activiteiten zijn waarbij je bijvoorbeeld aan het sporten bent, maar daarnaast kan dat ook zijn als je met volle boodschappentassen de trap oploopt of bijvoorbeeld de tuin aan het omspitten bent. Wat is er belangrijk bij die activiteiten van hogere intensiteit? Is dat je ademhaling sneller wordt. Je hartslag gaat ook omhoog, je begint te zweten en het wordt moeilijker om te praten. En dat zijn activiteiten die ons lichaam ook echt wel nodig heeft af en toe. En nu komen we er dan eindelijk achter of wij bij de Universiteit van Vlaanderen een beetje gezond bezig zijn. Jullie hebben allemaal een bewegingsmetertje gedragen. De data die daaruit komt, die staat hier nu voorgesteld van een van jullie collega's. De blauwe stukjes is slapen. Binnen de witte balk zie je eigenlijk de verschillende pieken in intensiteit. Dus hoe hoger de piek, hoe meer intensief er bewogen is geweest. En dan zie je hier eigenlijk een langduriger stuk waarbij er veel minder bewogen is geweest. Aan lichte intensiteit en vooral heel veel gezeten is geweest. Nu, als we dit gaan bekijken ten opzichte van enkele van jullie andere collega's, dan zien we hier dit voorgesteld in een cirkeldiagram. Het donkerblauwe, dat is zitten. Het oranje is slapen, dan zien we hier bewegen. Enerzijds aan lichte intensiteit, anderzijds aan matig tot hoge intensiteit. Nu, de data die ik daarnet heb getoond, toont eigenlijk aan dat deze persoon toch wel vrij veel zit. Toch een 12-tal uur per dag. Maar daarnaast zien we toch ook een zeer belangrijk luikje. Beweging aan hoge intensiteit, matig tot hoge intensiteit, namelijk een 45-tal minuten. Wat echt wel goed is.
Als we dan bekijken naar de andere twee profielen, dan voornamelijk het meest rechtse profiel, daar zien we heel veel zitten en heel veel slapen. Dat is een profiel dat heel vaak voorkomt in onze westerse maatschappij. Mensen die een bureaujob hebben en daardoor heel veel zitten en weinig tijd hebben om te bewegen. Dergelijke mensen hebben een groter risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld overgewicht of obesitas, diabetes, verschillende soorten kankers, maar ook bijvoorbeeld hartaandoeningen. En daarnaast, naast het lichamelijk welzijn, is ook het mentaal welzijn wel een belangrijk aandachtspunt, want ook zij hebben meer kans op het ontwikkelen van angst en depressie. Oké, ik kreeg nog een complimentje omdat ik toch wat gesport heb, maar kijk, zo ziet het er dus uit bij ons op de redactie. Zitten, zitten en nog eens zitten. Maar hoe kunnen we dan meer bewegen? Want we moeten ons werk toch kunnen blijven doen? Je kan eigenlijk door kleine zaken te gaan aanpassen in je dagelijks leven vaker je zitgedrag gaan doorbreken. Door bijvoorbeeld vaker de trap te nemen. Je kan vaker eens naar de printer lopen of een koffietje halen. Maar daarnaast kan je ook heel simpelweg een klokje zetten of een alarm zetten. Waardoor je regelmatig herinnerd wordt van oké, nu moet ik even mijn zitgedrag gaan doorbreken. En dat gaan integreren in je dagelijks leven. Dan duw ik op mijn knopje en dan gaat mijn bureau vanzelf omhoog. En dan kan ik al rechtstaand wat mailtjes beantwoorden, bijvoorbeeld. Ik snap hem. Zoveel mogelijk bewegen dus. Maar jullie houden ook rekening met 7 tot 9 uur slaap. Nu, ik snap dat genoeg slaap zeker belangrijk is, maar dat is ook maar gewoon liggen natuurlijk. Stel je voor, ik heb al een hele dag alleen maar wat op de zetel gehangen. Mag ik dan een uurtje van mijn slaap opofferen om toch nog te gaan sporten? Ik zou niet een uurtje slaap opofferen, maar ik zou eerder een uurtje zetel hangen omzetten naar bewegen of sporten en je slaap echt wel behouden, want slapen is ook heel belangrijk. En slapen en liggen, dat zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Als je slaapt, ben je je niet meer bewust van je omgeving en ga je ook, je lichaam gaat zichzelf herstellen van wat er die dag gebeurd is. En dat is niet zo bij liggen. In vroegere studies werd er vooral gekeken naar bijvoorbeeld enkel beweging en hoe dat een invloed had op onze gezondheid. Maar wij gaan nu verder gaan kijken naar alles wat we doen over 24 uur. En we willen kijken hoe we die balans goed kunnen krijgen. En dat betekent dus ook dat je niet te veel mag slapen, maar ook zeker niet te weinig. Alles draait dus echt om die balans te vinden en ook te behouden. Want je gelooft het misschien niet, maar er bestaat ook zoiets als te veel bewegen. Te veel en te intensief bewegen, dat zorgt ervoor dat onze gezondheidsvoordelen terug licht gaan dalen en zorgt er ook voor dat we een verminderde immuniteit hebben. En wat zien we bijvoorbeeld bij mensen met een fysiek zware job, zoals bijvoorbeeld arbeiders in de bouw of vuilnismannen? Wel, die hebben eigenlijk al heel veel beweging op een dag, ook al is dat aan lichtere intensiteit. Maar daar zien we dat hun lichaam 's nachts niet meer kan herstellen van de lange uren beweging die ze op het werk hebben uitgevoerd. En dat zorgt voor een verhoogde bloeddruk en een verhoogde hartslag. En daarmee hebben zij een grotere kans op het ontwikkelen van hartaandoeningen en bijvoorbeeld het krijgen van een infarct. Evenwichtig leven. Elke dag opnieuw en opnieuw dus. Dat klinkt toch een beetje boring. Kijk, het is helemaal niet erg om bijvoorbeeld in de dodentocht te wandelen of om een nachtje door te trekken voor een examen of om eens goed te kunnen uitgaan. Maar probeer vooral om dat evenwicht te bewaren en die balans binnen je 24 uur zoveel mogelijk te respecteren. Oef, ik ben gezond. Maar ik ben toch een beetje geschrokken van hoeveel uren dat ik eigenlijk zit op een dag. Dus ik ga toch maar even voor dat blokje rond.